Yes mensen, we zijn ready om te vertrekken. We hebben ze in de auto zitten, kijk, dit zijn de opstapbankjes. En dan gaan we nu naar OS3 Meerzorg. En dat het zo erg was, heb ik gezegd, no. Dit stukje wil ik even zeggen. De technische dienst die is dus niet langsgekomen. En dat is de reden waarom dit er zo uitziet zoals hier dit eruit ziet. En u bent ook onlangs, pas 3 jaar geleden, bent u hier binnen gestapt. Dit is het derde jaar. En dit was er allemaal al zo. Klopt. Klopt. En dat is het nou. Dus de mensen van hier die vinden van, hè, u loopt vuile was buiten te hangen. Ja. En die mensen van Nederland, die hebben zoiets van, dit is wat ik bedoel met Surinamers, die zijn laks en zo, en ze onderhouden niet en ze moeten het zelf aanpakken. En dan zijn hun ook heel sceptisch om gelden te sturen. Ja. En daarom wil ik dit stukje duidelijk maken van, wij zijn helemaal niet zo dat wij willen exposen van, hey, het is, wat, we zijn niet de enige, daar gaat het niet om. Het gaat om de kids. Er zijn een aantal klopt, scholen klopt, die problemen hebben met houtluizen. Ja. Heb ik ook gisteren geluisterd naar de vicepresident? Nee, dus dat. En vandaar dat wij zijn ingestapt. En kijk, u bent de media ingestapt, u bent op zoek gegaan naar donateurs en dergelijke. Vandaar dat ik dan hier ben aangekomen in samenspraak met de initiatiefnemer in Nederland, de heer Raïd Nassibdar. Ja. En hij, dat is gewoon een goede jongen. Ja. Hij is gewoon vanuit zijn hart bezig voor jullie. Ik heb die app gisteren gelezen. Hij benadert iedereen. Ja, ik heb gisteren gelezen. Hij krijgt ook heel veel hitte op zich af, natuurlijk. Maar dat houdt ons niet tegen om wat te doen voor jullie. Nee. Snap je? Het gaat om de kinderen. Het zijn onze kinderen. Ja. Snap je? De Surinaamse kids en daar moeten we wat voor doen. Dus, en het is sowieso het feit van dat ze dan in een veilige omgeving, een mooie en veilige omgeving werken, dat dat ook voor hun effectief zal helpen bij hun. In de zin van hun prestatie, in verschillende andere, ook het spelen hier zo dergelijke. Glijzen uit en dan moet u verantwoording gaan uitleggen, dat zei u vorige keer ook al. Ja, dat is heel zwaar hoor, om die verantwoording af te gaan gooien. En blijven aankloppen aan de government en niemand komt opdagen, dat vergt ook zoveel energie op een gegeven moment. Is waar. Ja. We zijn 2 keer van iemand naar hier gekomen om te zitten wachten op de technische dienst. Ja. En ze zijn niet komen opdagen. Pas toen u de media instapte, toen begon u in 1 keer. Ja, oké. Toen kreeg ik niet zijn telefoon. Ja. Ja, nou dan mogen ze mensen zeggen wat ze willen, maar dit momenteel, u heeft het juiste gedaan. U heeft de juiste stappen ondernomen en inderdaad, vanuit die kant wordt er nu wat hier naartoe gestuurd. Ja. Begrijpt u? En ze zijn nu bezig, we zitten nu al op een mooi bedragje. Ja. De offerte van de dakgoot is ook al binnen. Ja. Dat doen we in samenspraak met u. Ja, ja toch? Iedereen weet daarvan. Ook de adviseur van de president is daarvan op de hoogte gesteld. Dus wij gaan zoveel mogelijk wat we kunnen doen, proberen hier een hele makeover aan te geven. Ja. Zorgen dat dit er heel mooi uit komt te zien, dat die kindjes lekker hun ding kunnen doen en dat we dan ook, dan is het alleen maar onderhouden. Ja. En dan, daar bent u dan voor? Nee, we willen natuurlijk ons uiterste best doen qua onderhoud. Ja. Want op een gegeven moment moeten wij ervan, eigenlijk, dit is ons tweede huis. Dus dat, inderdaad. Laten verwarren, dus helemaal mee eens. Ook gewoon dat die kinderen dit dus uit die dakgoten daar dat water daar dan gebruiken voor handen wassen, of het nou wassen is, douchen, noem het maar op, et cetera. Dan vind ik dat we dat op zijn minst netjes zodanig kunnen maken dat dat water netjes wordt opgevangen en dat het niet, helemaal prima. Klopt. Dit zijn die plafondplaten, hè, die nieuw zijn geplaatst, ja, toch? Ja, dit zijn plafondplaten die ook door, een ander donateur, hè. Dat is een andere donateur die ook zijn hulp heeft aangeboden. Ja. En dat was helemaal niet te doen. Nee, klopt. Je ziet het ook, ze zijn allemaal nieuw. Maar ze hebben aardig wat kunnen verrichten, ook wat nieuwe lichtpunten gezet. Ja. En natuurlijk gaan allemaal anders.
Even kijken hoor, hier. Ja, ze gaan allemaal aan, juist. Dus, en bij bepaalde gingen ze niet aan in die klasse, nee, hè? Nee. Vandaar die fluorescentlampen dat je zei van, oké. Okay. Dus zo'n beetje. En het is nu kort dag dat ze van plan zijn te schilderen. Ja. Dus we gaan zo meteen alles opruimen. Nee, klopt. Dan, vandaag was de afspraak als het goed is. Dus we zullen zien of ze vandaag aankomen. Ja. Dan wordt het weer mooi. Oké. Okay. Perfect. Helemaal. Is goed. Een kindvriendelijke omgeving, toch? Daar gaat het om, toch? Helemaal. Is goed, kindjes? Ja. Dag, kindjes. Doei. Hi. Kijk maar even. Ze zijn goed, toch? Het is gewoon een opstapbankje, ja. Oh, oké. Okay. Dus... Die vier klasse. Op B2 bij de kleuters, ja. Hè? Ja. 2A en 2B. 2A, 2B en... dan 4C. Oké. Van een donateur, of van tenminste van een donateur, een opstapbankje voor de klasse. Dus daarom hebben we jullie even graag om jullie hulp. Om die banken die in die auto zijn, daar zijn er nog drie in die auto. En die moeten in een bepaalde klas. De klassen die een bankje nodig hebben, kleuter B2. Ik dacht dat het nog een leven te pakken. Twee banken, hè? Nee, nog niet te pakken. Breng hem naar kleuter B2. Dus is het een Anno Hebit is niet zwaar, toch? Oké. De rot, dan pak ik eentje in de auto. Je mag die achterbak ook openmaken, je hoeft niet vanaf dat. Maak die achterbak open. Hai. Jij gaat naar 2A, de rot. Michel Vio, jij gaat naar... Pepsi. En Isaiah, jij gaat naar 2B. Dat is de klas daar. Ja? Oké. Maar volg de heer. Maar volg de maar je even. Je mag ze even volgen. Ja. Ja. Ik kan tappen door. Je hebt je hem erin gezet? Ja. Ja? Ja. Oké okay, dan. We gaan samen. 2B. Hier. Goeiedag. We hebben van een hele lieve donateur die eigenlijk ons hulp wil bieden. Wat op stapbankjes betreft, heeft hij tenminste hier aangeboden in uw klas, zodat die leerlingen daar gebruik van kunnen maken. Alsjeblieft, geen probleem. Jongens? Namens de donateur komt het dus heel hard en het is gewoon cadeau voor de school. Ja? Ja, perfect. Ja toch? Goed. Ja. Dankjewel. Geen hartstikke probleem. Hartstikke dank donateur. No probleem. Ook samen met de directeur. Yes. Ja, zeker. Hartelijk dank. En woorden schieten ons tekort om dank te zeggen. Geen probleem, ja? Big Johan. Helemaal. Ja. U had hulp nodig? Ja. Ja. Nog een keer mevrouw. Ja, u had hulp nodig, u hebt ons ingeroepen en wij gaan er natuurlijk werk van maken. We gaan niet stilstaan. Ja. Dus jij bent van woord. Ja toch? Ja. Uno go wacht hier. We gaan niet wachten op bepaalde mensen die het langzamer maken. Als het nu kan gebeuren met relatief weinig middelen, dan gaan we er direct werk van maken. Helemaal. Yes? Helemaal. We zijn jullie echt erkend. Ja, u weet ook dat wij al bezig zijn met crowdfunding. Ja. En er is aardig al wat opgespaard. Ja. Dus ik ga ook een lijst maken met de namen, zodat u dan ook een persoonlijke bedankberichtje naar hun toe zou kunnen sturen. Ja, toch? Ja. Ja, toch? Helemaal. Oké. Okay. Ja, prima. Dus. Ja, geen probleem. Nogmaals bedankt en we zouden zeggen, thumbs up. Yes. We love you. Ja hoor. Yes. Oké. Okay. Dankjewel. Jullie krijgen een bedankberichtje vanuit Sweeties Ranang.
Echt wel. Groeten uit Suriname. Goed. Dus bij deze dan wil ik het voor vandaag afsluiten. Ja. En het is duidelijk voor de mensen aan de overkant van de oceaan. Helemaal. Waar we mee bezig zijn en wat we aan het doen zijn. Ja. Toch? Ook iedereen aan de kant van de Noordzee. Ja. Hartelijk dank voor de steun. En God bless you. Ja. Ja, en God bless your family. En ook een, ja, ook een bericht namens, juist, mevrouw voor Blijk, de schoolhoofd. Mm-hmm. En voor het vele dat nog moet komen. Klopt. Heel hartelijk dank. Is goed, yes. Beste, okay. Groeten nogmaals. Yes. Tamboom. Abo. Love you. Bosje dan abraza. Ja, man. Yes. Yes. Ano mepu bawe kana ma mepu bawe kana nga mepu bawe kana mi kana ting no demoro de deng ting no demoro ting no demoro mi e ting bunta ting no demoro mi kame bar mi kana sma rapa pa karu koma kandra ubondu anu ame puro koko moro kara mi kana sma dauche karu koma kandra makuli yampane sisi ingi na ngablaka alam manche ten donati an. Kijk, ik had nog een aantal dingen thuis liggen. Dit zijn die kleurplaatjes van karton, wat hij zei. En gummen, potloden en een paar linealen en schriften. Dus, en kijk, kleurpotloden hadden jullie ook voor de kindjes en zo. Dus ik had ze thuis liggen. Ik dacht, want dit was sowieso bedoeld om te doneren. Dus dan kunt u bepaalde van die kleine kinderen blij mee maken. Ja, toch? Ja, dus dan kunt u dat daarvoor gebruiken.